Zo, we gaan nu even alles goed zetten. Goedenavond. Even kijken of mijn iPad ook wil wat ik wil. Vast wel. Ja, daar komt hij. Zo, jullie waren allemaal sneller als mij. Ik zie al 65 mensen die ingelogd zijn. Oh, daar komen mijn reacties aan. Goedenavond. Gezellig dat jullie er allemaal weer zijn. Vanavond gaan we iets leuks uitwerken. En het is dit keer een ideetje van Sylvia, wat ik vanavond mag gaan laten zien. En we gaan werken met deze mal van Dutch de Badoe. En dat zijn eigenlijk zomerse strandhuisjes. Maar dit keer gaan we er winterhuisjes van maken. Want er zijn natuurlijk een hele hoop nieuwe noordjes met het thema winter en kerst uitgekomen. Dus die gaan we vanavond lekker gebruiken. Het is best wel een beetje een complexe mal. Dus ik heb al wat voorwerk gedaan. De mal is zoals jullie weten weer een tekenmal. Dus de buitencontouren trek je helemaal over. Maar bij deze mal moet je ook nog eens een keer al die kleine stukjes nog eventjes overtekenen. Ik weet niet of die in beeld zijn. Ik zal het dadelijk eventjes laten zien. Het zijn eigenlijk allemaal plankjes van de strandhuisjes. En dat heb ik al voor het gemak al eventjes voorgetekend en voorgeknipt. Anders ging de uitzending wel heel erg lang duren. Dus we hebben al het een en ander al eventjes gedaan. Ja, gezellig als Jan dat er vanavond weer een uitzending is. Ik heb de huisjes zelf heb ik uit kraft gesneden. Dat zijn dus 3 huisjes op een rij. En al die losse plankjes, die teken je dus ook over van de mal. En die ga je er vervolgens op plakken. Nou, dat tekenen en knippen heb ik voor het gemak al even gedaan. Dus het eerste gedeelte is alleen even een kwestie van opplakken. Nou, ik lees jullie dus ook allemaal mee, hè, zoals jullie weten. Dus heb je iets te vragen, stel je vraag gewoon en dan probeer ik hem onder het knippen en plakken eventjes mee te lezen en te beantwoorden. Nou, jullie hebben misschien inderdaad, zoals Wendy zegt, de kaart al wel gezien. Van Sylvia die vandaag in de groep stond. En we mochten vanavond haar idee gebruiken om deze leuke winterkaart te maken. Ik vond het zelf echt een briljant idee. Dus ik vind het super leuk dat ik deze mag gaan maken. Ja, wild is wel een beetje gepriegel. En we gaan zelfs ook nog het Mon Ami vosje straks maken. Dus het wordt een lekkere priegelavond. Waarin we lekker veel gaan knippen en plakken. Leuk zijn die huisjes, hè? Kenden jullie hem allemaal al, deze mal? Ik heb hem zelf al verschillende keren in het thema Under the Sea gemaakt. Maar nu dus even een keer in een winterthema. We gaan straks ook lekker spetteren met gesso. Er komt sneeuw over heel de kaart, zoals ik jullie misschien van de week al een keertje heb laten zien in een detailfoto. Dan gaan we ook de nieuwe kerstboommalletjes gebruiken en dan ga ik lekker overheen spetteren. Ga ik jullie vanavond ook laten zien hoe je dat gaat doen. Oh, Marleen, je bent nog niet te laat hoor. Ik ben net begonnen, dus schuif lekker aan zou ik zeggen. En kijk lekker mee. Kijk mee en klets lekker mee. Ik had vanavond dus ook nog een leuke verrassing voor jullie, hè? Ik ga een heel leuk pakket ook weggeven. Ik weet niet of jullie het gezien hadden. Met onder andere deze leuke Dutch de Badoe mal erin. En nog meer leuks. Laat ik jullie straks ook eventjes zien. Kijk, die strookjes die je kan tekenen, die passen weer precies zo dat het allemaal op elkaar aansluit. Nou, die strookjes papier, die heb ik trouwens gemaakt uit het Holly Jolly papier. Van Noor. Daar zit ook een mooi papiertje met een houtstructuur in. Dus zo krijg je echt mooie plankjes. Teken je de plankjes ook af op het kraft? Nee, Ellie, ik plak ze eigenlijk gewoon naar eigen idee. Kijk, hier en daar zit wat meer en wat minder ruimte tussen. Dus een beetje op gevoel ga ik ze plakken. Mag best een beetje schots en scheef zijn, want de plankjes zijn natuurlijk ook niet helemaal recht. Dus dat komt allemaal niet zo nauw. Het blijft handwerk. Ja, Aline, die vosjes zijn ook leuk erbij, hè? Dus die gaan we straks ook nog eventjes maken.
We gaan eerst even het huisje bouwen. Dat schiet al een eindje op, zie je wel. Dus dat heb ik ook maar eventjes van tevoren gedaan. En ik wil jullie vooral ook lekker de opbouw van het kaartje straks laten zien. Nou, ruim jij even ondertussen de keuken op, Sylvia. Ja, Mirjam, we zijn net begonnen, dus haak lekker aan. Ik ben alleen eventjes mijn huisje in elkaar aan het bouwen met de mal van Dutch Doobadoo. Zal ik hem zo laten, Paula? Dan zijn we lekker snel klaar, hè? Nee, toch maar niet, hè? Nou, je ziet die plankjes, die lijm ik natuurlijk ook weer met de, lijmpen van Dutch Doobadoo. Kan ik mooi gedoseerd lijm aanbrengen, niet te veel. Die komt hier. En mijn laatste plankje en dan zijn we al klaar met bouwen. Als je een beetje lijm knoeit, doe ik altijd gewoon ook even met mijn double-end pick. Haal ik dat zo een beetje weg. En het voordeel van die Dutch Doobadoo lijm is ook dat die dus ook transparant opdroogt. Mocht je een beetje knoeien, zie je daar daarna helemaal niks meer van. Kijk, hier kom ik niet helemaal uit, maar dat maakt niks uit. Zo, dan zijn mijn huisjes zijn klaar. En dan gaan we zo meteen gaan we bouwen. Oh, waar heeft iemand spijt van, zie ik. Manel, waar heb je spijt van? Spijt dat je de mal niet hebt gekocht of ik weet het niet. Nou, ik heb al wat nieuwe noordjes ook weer uitgestanst. Deze hebben jullie vast al wel voorbij zien komen. De nieuwe doily met Merry Christmas. Er zit ook een extra ronde mal bij om te matten. Maar we gaan hier nog eventjes iets leuks mee doen. Deze gaan we dus eerst op elkaar plakken. Dan komt de tekst mooi uit als je er dus kraft achter doet. Fijn en greet die Doobadoo lijm. Oh, ik probeer mee te lezen, dames, maar jullie zijn zo aan de klets. Dus mocht ik iets niet meekrijgen, excuseer. Ik moet soms ook even op mijn plakwerkje kijken. Dan roep je gewoon maar nog een keer en dan lees ik je vast wel. Zo, deze gaan we eerst eventjes plakken. Ja, kraft doet het eigenlijk altijd goed, hè, Renate. Kijk, die plakken we hier eerst even op. Ben ik goed in beeld? Ja, ik zat even te spieken. En nu had ik nog een leuk ideetje. We gaan hem weer eventjes opbouwen. Ik dacht, als we nou die twee cirkels met die gestikte randjes nog een keer uit kraft gaan matten. Dus ik knip de teksten, ga ik er nu tussenuit knippen. Even zo kijken wat dat wordt. Nee, ik denk ook als je eenmaal gewend bent aan die Dutch Doobadoo lijm inderdaad, dat je geen andere meer wil. Hij is ook lekker betaalbaar. Dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Kijken of ik een beetje een fatsoenlijk cirkeltje kan knippen. En anders knippen we hem daar gewoon nog eventjes bij. En mijn ijskristal in het midden knip ik er ook even uit. Want ik wil echt even alleen de cirkel. Ja, als je een beetje eigenlijk altijd in die aardetinten gaat, Ans, dan kan je eigenlijk ook nooit missen. En ik zeg, dit houtpapier, dat zit ook weer in de nieuwe papierset Holly Jolly van Noor. Dus dan ga je altijd goed. Kijk, ik dacht als we deze nou hier weer overheen plakken, krijg ik een leuk effect. Priska, de lijmpen van Dutch Doobadoo is inderdaad dezelfde als in de grotere flesjes. Maar deze heeft dus een heel fijn doseerpuntje. Waardoor je dus ook net zoals ik hier doe, kleinere stukjes kunt lijmen. Ja, ik ga zo even kijken hoe het matrandje dan wegvalt. Maar ik denk dat je ook een beetje een 3D effect krijgt. Dus dat gaan we even proberen. Ja, dat klopt ook, Sjan. Als je iets verkeerd doet met die Dutch Doobadoo lijm, maar hij zit niet meteen vast. Dus je kan altijd nog lekker corrigeren. Dat is ook altijd wel fijn.
En ja, in tegenstelling tot een fotolijm blijft deze ook na verloop van tijd wel gewoon plakken. Bij fotolijm krijg je altijd na verloop van tijd een beetje een bouwpakket. Dus hier knippen we ook even lekker de letters eruit. Probeer even met de ronding van je mal mee te gaan. Hupsakee. Kijk, dan zit er nog wel een mat randje omheen, maar dan krijg je toch een beetje een 3D-effect. Dus ik ga hem toch eventjes opplakken. Even hier een beetje lijm aan. Want dan komt onze tekst Merry Christmas, die is dan in het wit, die komt dan extra leuk uit. Net slijmen zo. Kijk, ik vind hem leuk zo. Zo wordt het echt een beetje een 3D-cirkel. Oh, Desiree, hebben we pottenkijkers? Gezellig. Gezellig, gezellig. Nou, we beginnen even met die cirkel op het middelste huisje te plakken. Ik werk altijd veel met 3D-kit. Krijg je mooi diepte in je kaart, vind ik zelf altijd. Deze komt hier gezellig in het midden. Nou, er zitten natuurlijk ook raampjes in de mal. En we hebben sinds kort ook een hele leuke stans in de Winter Wishes collectie van de Hertekop. Hele chique mal is dat. En het is natuurlijk leuk om die hier uit het raampje te laten piepen. Ook deze mal, die gaan we vanavond verloten. Dus het is al de huisjesmal. En deze met het mooie gewei, de hert met het mooie gewei. Ook die doe ik weer een beetje met 3D-kit. Krijgt het allemaal een beetje meer diepte. Die komt hier. En wat zullen we dan eens gaan doen? Ik had een hoop boompjes gestanst. We hebben ook weer een nieuw boompje. Dat sinds vorige week in de winkels ligt. We hebben al wat kerstboompjes. Het waren allemaal wat bomen die wat hoger op de stam stonden. Maar nu heb ik een echt klassiek kerstboompje gemaakt. En die horen natuurlijk in een winterslandschap. Ik heb ze ook mooi geëmbost, zoals je ziet. Ik weet niet of je het kunt zien als ik ze close-up doe. Dus die bomen gaan we ook een beetje schikken zo. Er zit natuurlijk nog geen sneeuw op de bomen, maar dat gaan we straks doen. Ja, dat gewei is ook een leuke, hè, dames. Hebben we ook weer heren die meekijken toevallig? Of heren die gezellig op de achtergrond meekijken met de dames? Kan natuurlijk ook. Misschien is Erik er wel of John. Ja, deze nieuwe mallen, die komen eigenlijk allemaal, dus zowel die Merry Christmas als die boompjes. Dat zit allemaal in onze nieuwe collectie Silent Night. En dat is een hele nieuwe kerstcollectie die we dit jaar gebracht hebben. En ik moet zeggen, hij wordt erg goed ontvangen. We zijn er zelf ook helemaal happy mee. Vandaag hebben we ook weer een leuke bloghop voor jullie georganiseerd met de Noormeiden. Ik weet niet of je al een rondje gehopt hebt. Maar er zijn weer echt super mooie creaties voor jullie gemaakt. Dus echt de moeite waard. Je kunt nog 2 dagjes kun je nog meehoppen. Mocht je hem nog gemist hebben. Dus ik zou zeggen, hop lekker mee en laat je inspireren. Nou, dat mag ook, Peter. Als jullie nou even Oud Denneboom gaan zingen, dan plak ik ondertussen lekker door. De kerstboom staat. Dan heb ik nog wat leuke hekjes gestanst. Dit is eigenlijk een hekje uit onze collectie Under the Sea, maar dat kan natuurlijk ook prima in een winterlandschapje. Oh, er roept iemand nee op de achtergrond. Nou, dat is ook niet gezellig, Mirjam.
komen stiekem heel veel mannen altijd in de winkel. En die geven dan eigenlijk pas toe dat ze eigenlijk altijd wel stiekem verplicht of niet verplicht. Dan laten we maar even in het midden. Dat die altijd meekijken. Oh Monica, je moet echt nog wel eventjes meehoppen hoor. Dat is echt meer dan de moeite waard. Zo, ik breng weer een beetje 3D-kit aan op mijn hekjes. Zo, die komen daar. Straks gaan we nog helemaal sneeuw aanbrengen. Bij die ronde mal, ik heb een beetje te hard aangeduwd, dan zie je mijn 3D-effect niet meer. Bij die ronde mal van Merry Christmas, op dezelfde verpakking, zit ook nog een mooie tekstmal. En dat is deze. Oh, John is er ook. Gezellig. Nou, Sean, Noor ligt nog niet zo lang op bed. Maar ik had even met klem gezegd dat ze niet uit bed mocht komen. En toen zei ze, als ik dat nou toch doe, mam, dan zeg ik helemaal niks. Ik zeg, nou, dat gaan we even niet doen. Want ik weet nog van de vorige keer toen jij wakker werd, dat ik zo'n beetje van mijn plek afgeduwd werd. En dat je heel de uitzending overnam. Ik zeg, dus dat gaan we niet meer doen. Kijk, dit is ook een hele toffe tekst. Let it snow, een heel mooi handlettering lettertype. Nou, die komt eventjes hier. Let it snow. Let it snow, let it snow. Gesso, ook onmisbaar natuurlijk. Want we gaan natuurlijk geen dure sneeuwpasta's meer kopen. Als je ook gewoon een pot gesso in huis hebt. Dit is de gesso van Dutch du Badoo. En die kun je ook prima als sneeuw gebruiken. Ik pak alvast even een kwastje. Dit is mijn spetterkwast, maar dat maakt niet uit. Straks gaan we pas sneeuwspetters maken. Maar op de bodem ligt natuurlijk ook sneeuw. En daar hoeven we niet zo voorzichtig mee te doen. Dat mag best een beetje meer, want het is een behoorlijk winterlandschapje. En ook onze vosjes die we dadelijk gaan maken, komen natuurlijk in ons winterlandschapje te staan. Ja, ze hebben hier nog vakantie inderdaad, de laatste week. Volgende week alles weer in het gareel. Wij waren volgens mij in Brabant de allereerste. Dus hier moeten ze ook als eerste weer beginnen met school. Alles weer lekker normaal. Zullen we boven ook maar meteen een beetje sneeuw doen? Why not, hè? Sneeuwt natuurlijk all over. Hier misschien nog een beetje. Nou, en de bomen doen we dadelijk. Dus ik zet mijn kwastje heel eventjes weg. Sneeuw is altijd wel leuk in de winter, vind ik. Hè? Als je niet al te veel de weg op hoeft, dan kan dat best. Oh, dit gaat natuurlijk niet goed. Ik heb het nieuwe Mon Ami standje er ook bij. En dat is, deze maand is dat het vosje. En die heet Fox. Die kun je weer zelf opbouwen. Het voordeel is dat ze dus per kleurtje die je moet gebruiken zitten de standjes aan elkaar. Dus die kun je in één keer kun je die uitstansen. En op de verpakking daar heb je dus ook drie verschillende posities. Van het vosje zoals je hem kunt maken. Je kunt hem hier zittend maken, je kunt hem liggend maken en je kunt hem staand maken. Nou, ik had er al eventjes eentje gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. Ik had ook eventjes voor jullie gekeken naar het Florence cardstock. In welke kleur je het vosje kunt maken. Oh, daar staat hier iemand achter me. Kom maar. En de kleur van het vosje, nou heel toepasselijk, dat is de kleur Fox van het Florence Texture Cardstock. En dan krijg je dit kleurtje. Dus dit is het vosje die ik al gemaakt had. Hallo Noor. Jij gaat maar plassen. Oh, goed zo meisje. Wil je toch nog even hallo zeggen? Nu je er toch bent. Nee, papa is al weg, schat. Die is eventjes naar de voetbal. Ja. Nou, dit is het vosje. Ik heb eerst een staande gemaakt.
Die komt hier dus al op. Die stalen, moet ik zeggen, die is ietsjes breder. Dus ik weet niet of we ook nog een liggend vosje kunnen maken. Wat denk jij nog? Zullen we er een liggend vosje nog bij maken? Ja. Kijk, ik dacht eerst, waar is dit vormpje voor? Mama, misschien kan je daarmee van liggen maken. Ja, daar kan ik mee van liggen maken. Kijk, als je gewoon altijd eventjes goed de verpakking bewaart. Hier zie je dus het liggende vosje. En daar gaan we even een liggende staart overheen maken en een kopje. Dus we gaan even een stukje... En de oogjes. En de oogjes doen we dadelijk uit zwart. Dus we knippen even een stukje van het foxkleurige papier. Ik weet niet hoe papa gegaan is, maar zullen we het daar later even over hebben? Kijk, iedereen zegt al hallo nog. Nou, ik heb de Gemini hier naast me staan, dus ik ga eventjes stampen. Dat geeft even een klein rammeltje. Ja. Ja, dat klopt, Marieke. Nor is wakker. Sorry. En het liggende vosje is eigenlijk de meest eenvoudige van de collectie. Ja, ga maar pakken, schat. Even kijken op mijn voorbeeldje. Hier komt zijn kopje. En de staart, die komt er dus voor. Die komt zo. Moet er dan ook nog het achterstukje van de staart bij. Gaan we eventjes proberen. Dat is een stukje dat wordt uit wit gestanst. Nou gaat even een snoepje pakken, dus die is dan even onder de pannen. Die maakt meteen even gebruik van de situatie. Hey, ben... En ze heeft gelijk. Oh, daar ben je weer. Oh, lekker zeg. We gaan even het wit uitstansen van het vosje. Even kijken hoor. Ja. Dit is het befje, dat past er misschien nu niet op. Ja, hoor. Even. En dit is het stukje van zijn snuitje. Van zijn snuit. Van zijn snuit, zegt Noor. Ja. Zo. Van dit. Ja. We gaan er daar ook sneeuw overheen maken, Noor. Met spetteren, doe je dan helpen? Ja. Zo. Spetteren. Spetteren, dat kan je toch goed. Zo. Even goed naar het voorbeeldje kijken. Het kopje komt hierop. Hanna, hoe heet deze? Dat is Hanna die daar ligt nog. Hey Hanna. Ja, Willeke, dat is natuurlijk ook leuk om het vosje bij een December Daily te gebruiken, hè? Volgende maand komt er ook van Noor weer een hele hoop leuke herfstartikeltjes aan. Mama, mag ik dit even vastlijmen? Ja, dat is goed, schat. Nou, werkt ze nog, Aline? Leuk dat je er even was. Kijk, hier komt het staartje aan. Nogmaals, ik kan ook de monamietjes niet maken zonder het voorbeeld, hoor. Dus ik hou er ook echt altijd mijn verpakking bij. Ja, mevrouw. We moeten nog even het witte stukje van de staart nog even stansen. En we stansen ook. Die zijn een beetje inimini. De oogjes meteen eventjes mee. Wie is Lola, Monica? Een hondje of wat is het? Ja, Snowy was inderdaad meer werk, Wendy, dus ze zijn al iets vereenvoudigd, hè? Mama, ik wou de ogen en de mond en de neus. Ik wou van deze kant, dus ik wou de hoofd zo. Zo, nu heb ik de achterkant. Je moet even stil zijn, omdat we er afgesproken hadden, weet je nog? Dat bleef afgesproken. Zo, dit is de witte punt van het staartje.
een kwispelstaartje nog. En dan gaan we even twee oogjes erop maken. Als je dat dus met die grote pen van Dutch de Badoe doet, of met de grote potlijm, dan komt er natuurlijk veel te veel lijm op. Ja, toch mama. En dan nemen we even onze kwikstick erbij. En die plakt het. En die plakt het, heel goed. Nou, Sil, jij bent ook wel helemaal om, hè, met Monamies, toch? Ja. Weet je, je moet voor die Monamies moet je gewoon even geduld hebben. Ja. Maar het resultaat is gewoon heel leuk. Ja. Nou, ik doe de pupilletjes, teken ik er eventjes in met de multiliner. Er zitten ook nog kleinere rondjes bij voor de zwarte pupil, als je dat wil. Dan hebben we hier nog twee kleine stukjes voor in de oortjes. Die plakken we er ook nog eventjes op. En dan doen we daar het snoetje nog door. En dan is die klaar. Dan is het vosje klaar. Ja, dan is het vosje klaar. Hij heeft nog geen mondje. Nee, dat gaan we dadelijk doen. Een snoetje. Oeh, waar is het snoetje? Ja, zijn er meer dames en heren die alle Monamies hebben? Die ze ook sparen? Wij hebben ze ook allemaal en nog. Ja. We hebben ze allemaal in een handig bakje zitten. Op een klein stukje magneetpapier. Ja. Zodat we niet de stukjes kwijtraken. Kijk eens hoe leuk dat die wordt. Mama, wat is het neusje dan? We gaan nu het neusje, dat is ook een goede vraag van Noor. Die heb ik net ook gemaakt met de standjes voor de oogjes. Oh. Dus als we die nog een keer uit zwart papier stansen. Mama, dan moet je er toch één doen? Dan moet je er wel één doen, maar dan komen er toch per ongeluk twee tegelijk uit. Maar dan gooien we er gewoon eentje weg. Gooien? Nou, Jolanda, als je alleen het vosje nog niet hebt, dan ben je aardig bij. Ja hoor, laat maar even zien. Een reuzenfles. Noor wil even de reuzensnoepje laten zien. Hoe lekker dat die is. Dan houdt ze misschien eventjes de mond. Kijk, de oogjes heb ik even nog een keer uit zwart gestanst. En dat wordt zijn snuitje. Zo, kijk hoe leuk. Zorg wel dat je die kleine standjes meteen even terugplakt op een magneetvelletje of op je verpakking. Want anders is de kans groot dat je het kwijtraakt. Ja. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, dit is het liggende vosje. Maar mama, dan valt hij en dan ben je kwijt. Dan valt hij en dan ben je het kwijt. Dat is niet handig. Nee. Ja, dat klopt inderdaad, John. De lily, de eenhoorn, die was natuurlijk wel een beetje specifiek. Eenhoorn. De eenhoorn, die vonden wij wel leuk, hè, hoor, Lily, hè? Ja, Lily is lief. Zo, en hier komt het liggende vosje dan nog eventjes voor. En dan is de kaart op het spetteren na is klaar. Helemaal klaar. Zo, dan leggen we die eventjes opzij. En dan ga ik jullie even laten zien hoe het spetteren gaat. Mag ik spetteren? Monika zegt dat je een hele grote colafles hebt. Dat klopt wel, hè? Nou, ik weet niet of jullie deze kennen. Van Joy hebben we de blendingmatten. Die zijn echt leuk van prijs. Die kosten €2,50. En er zitten er twee in een verpakking. Eentje is A4 en de andere is een lekker klein formaat, 15-15. Die heb ik eigenlijk gewoon heel vaak bij me liggen. Wel opletten, want ze zijn dus niet hittebestendig. Daar ben ik dus al een keer de mist mee ingegaan. Maar om lekker op te inkten en zo, als je niet te veel wil knoeien op je goede mat, dan zijn ze eigenlijk prima. Mama, dat zijn toch mijn doekjes? Dat zijn jouw snoetenpoetsers, ja. Mag ik die even lenen? Ja. Mama, mag ik spetteren? Ja, jij mag dat ook even spetteren. Spetter, spank dat op jou? Nou, wat ik ga doen is dat ik... Spetteren? Nee, eerst doen we een beetje witte gesso gewoon op ons kliedermatje. En dan ga je een beetje vermengen met water. Niet te veel, want anders wordt hij te waterig, ja. En dan dekt hij niet. Mama, maar als je een beetje wit. Ja, maar als je weer te weinig water doet, dan kun je weer niet spetteren. Dus het is kwestie van even een beetje uitproberen. Ja, ik weet het al. Ja, jij weet het al, hè? Spetter. Kijk, oeh, en ook de vosjes zitten hier in de sneeuw. Sneeuwt het hard of sneeuwt het zacht nog? Heel zacht. Heel zacht? Zullen we niet hard doen? Dan wil ik er veel sneeuw maken. Ja. Mama. Kijk, zie je hoe een leuk effect dat geeft? Dank je. Kijk
Kijk, dat gaat perfect. Een kind kan de was doen. Harder spetteren nog. Zal ik het even doen? Even wachten. Mama, mag ik het opdoen? Ja. Goed zo. Oh, dat ging een beetje te hard stoppen. Kijk, en omdat die vermengd is met water, krijg je hier en daar wat dikkere stippen en wat minder dikke. Ik wil nog een beetje extra sneeuw op de bomen, want dat is leuk. De vosjes zitten al genoeg in de sneeuw. Ja. Mama, anders zie je ze dadelijk niet. Nee, dan zien we ze dadelijk niet meer. Dan zien we ze helemaal niet meer te zitten, hoor. Nee. Waar zijn de vossen nou? Hier op de hekjes zit nog niet genoeg sneeuw naar mijn zin. Zo. Kijk, dus die sneeuw, dan kun je natuurlijk doseren zoals je zelf wil. Veel of weinig. Echt weinig. En op dit kledermatje, dat wrijf je ook gewoon zo met een billendoekje weer schoon. Dat gaat mijn assistente nu even doen. En dan wil ik jullie voor de afwerking nog één dingetje laten zien. Dat is ook nog een nieuwe stansmal van Noor. En dat zijn nieuwe ijskristalletjes. Die zitten ook weer als een lineaaltje aan elkaar. En als je die dus door de machine haalt, stanst die in één keer heel veel kristalletjes. Dus dat gaan we ook eventjes doen. Hier zijn nog de oogjes nog van de... Waar? Van de vos. Die moeten we even goed wegleggen. En dan stansen we even de ijskristallen. Ja. Oh, ik leg het huisje even wat meer in beeld, zo. Ja. Handig, hè, die lineaalstandjes. Ten eerste is dan het voordeel dat je niet je die kleine malletjes allemaal kwijtraakt. En het scheelt je natuurlijk ook een hoop stanswerk. Nou, met de dobbel en pik druk je ze ook gewoon heel eenvoudig uit je mal. Mama, ik ga ook... Oh. Voorzichtig. Ik ga ook een stoel. Nou, zullen we dadelijk aan het einde van de uitzending nog een cadeautje weg gaan geven? Ja. Is wel leuk misschien, hè? Zal ik even gaan kijken wat? Nee, want... Oh, jij gaat zelf een cadeautje uitzoeken. Ik had eigenlijk al een cadeautje uitgezocht. Weet je wat we doen? We doen de huisjesmal. We doen de hertenkop. We doen het vosje. En we doen deze Merry Christmas mal. Die doily. Oh, mama, ik wil ook iets van mij. Oh, en ook iets van jou erbij. Nou, dat mag. Ik ga even kijken. Even nog een extra bonus dan. Dus het worden vier mallen. Van Dushubadoo en van Noor. En er komt nog een cadeautje van Noor zelf bij. Wat dat is, nou, dat zien we zo meteen. Als je papier iets te strak in je mal blijft zitten, dan doe ik hem ook vaak eventjes met een embossingpen eruit drukken. Die heeft natuurlijk een iets bottere punt als mijn dobbel en pik en dan gaat mijn papier niet kapot. Iemand... Jolanda zegt dat ze vast slaapt, maar ik ben volgens mij nog in de lucht. Even testen. Maar dit krijg je. Die mooie. Zo, nou, dat zijn hele mooie. Houd deze. Noor heeft twee rode multiliners. Die komen er ook nog bij, hoor ik net. Wat een bofkonten zijn jullie. Of als jullie ook nog een blauwe erbij willen, dan mag. Dan mag. Nou, dan mag je dus zelf kiezen of je rode of blauwe wil. Wat een feest. Kijk, die ijskristalletjes zijn nog wel leuk om je kaartje nog een beetje af te werken, hier en daar. Met cola. Gaat weer aan. Niet doen. De cola is hartstikke lekker, mama. Mm-hmm. Ook een hapje. Nee, dank je, schat. Zo, en we doen er nog een paar ijskristalletjes op. En dit is dus hier... Hiervan komt het. Dat zijn de grotere sneeuwvlokken. Oh, heb je sneeuwvlokken? Mm-hmm. Zo. Nou, ik vind... De cola. Genoeg is genoeg. Dus zo is mijn kaartje eigenlijk geworden. Ja, ik vind hem wel mooi. Dit is en mijn jullie? Kaart. Ja, Noor heeft ook een beetje meegeholpen. Nou, dan gaan we eventjes kijken wie er allemaal nog online zijn. Welke gezellige dames en heren. En dan gaan we zo eventjes iemand kiezen Noor die gewonnen heeft. Moet mama allemaal even lezen. Ja, nou gaat iedereen natuurlijk zeggen waarom dat ze die prijs graag willen winnen. En dan doen we even lezen. Ik mag kiezen. Mag jij kiezen? Ik weet het wel. Wie dan? De vertaling. Oh,
En dan horen we het daar. Ja, vertel je het niet. Nee, we gaan nog eventjes lezen. Dan ga ik dadelijk vertellen. Misschien vind jij er ook wel. Misschien vind jij er ook wel wie moet winnen. Als jij het nou in mijn oor fluistert. Maar als je het hardop zegt, slaak je. Zeg het maar zachtjes tegen mij wie moet winnen. Oh, dat dacht ik wel dat je dat ging zeggen. Niet zeggen. Mag die het worden of niet? Huh? Mag die het worden die jij gekozen hebt? Dan is ze wel een bofkont. En ze was aan het kijken die jij net in mama's oor fluisterde. Ja. Doen we die? Ja. Nou, jij mag zeggen wie de prijs wint deze keer. En dat is... Paula! Oh, Paula krijgt de prijs van Noor. Wat een bofkont. Ik hoop dat ze er nog is. Paula, ben je nog online? En anders hoor je het vast straks wel, maar je kleine vriendin heeft jou gekozen. Dus ja, wie ben ik dan om er tegen in te gaan? Nou, ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken. En? Dit kaartje komt morgen op het blog. En nu gaan we lekker slapen nog. Ja. En dan zeggen we... Doei! Tot de volgende keer! Dankjewel! Gefeliciteerd, Paula! Hier is Paula! Hier is Paula! Gefeliciteerd, Paula! Doei! Dankjewel voor het kijken! Doei, doei! En jij hebt gewonnen!